Michael Boapea, dit wordt je derde gevecht bij Glory. Hoe was de weightcut ver, heeft de weightcut ver verlopen? Ja, ik ben gewoon op tijd begonnen. 3 maanden geleden ben ik al begonnen gewoon met afvallen. Dus ik kan het geen weightcut eigenlijk noemen, man. Ik was al vorige week was ik gewoon al op gewicht. Dus nee, man. Ja, je ziet er ook echt goed uit. Heel lean, sixpack komt er weer aan. 84 kilo. Ja, is dit gewoon dat je denkt van hey, misschien dat kan ik nog zelfs naar welterweight? Op dit moment voel ik me gewoon goed op die 85. Ja, zoals ik al zei, ik had echt mijn tijd genomen. Dus echt 3 maanden gewoon strak op mijn eten gelet. Alleen maar aan de preps. Dus ja, ik kwam van vakantie, was ik 100 kilo. Ja, bro. Dus ik heb wel echt mijn tijd genomen. Maar ik heb gewoon, je weet toch, ik heb gewoon na mijn verliespartij, heb ik alles gewoon even, je weet toch. Soms heb je gewoon even een verliespartij nodig om, ja, om gewoon nog wat meer uit je carrière te halen, weet je. Het gaf me een extra boost. Ik dacht van, weet je, ik weet wat ik in huis heb. Je moet dit en dit nog fixen. Dus ja, man. Het gaf me alleen maar meer motivatie om nog harder te gaan. Ja, inderdaad. Je had je laatste partij verloren tegen Marco Brown. Ja. Hij was toen ranked nummer 5 of nummer 6. Nu vecht je tegen de nummer 3. Ja, eigenlijk net iets beter uitgevallen, maar natuurlijk omdat hij ook een verlies heeft geleden. Vecht jij nu tegen hem. Een hele ervaren jongen. Wat denk je van het gevecht? Ja, een hele ervaren jongen. Ja, zoals ik al eerder zei in interviews, toen hij A-klasse was, begon ik pas met kickboksen. Dus ja, aan ervaring, ja, heeft hij meer. Maar bro, ik heb ook tegen Brown bijvoorbeeld gevochten. Hij had ook veel meer ervaring als mij. En kijk, je weet toch, ik ben een man, ik hou niet van smoesjes. Ik wil niet zeggen, ja, kom door dit en dit en dat. Maar je hebt zelf gezien, ik was niet eens mezelf. En de eerste 2 rondes heb ik ook op mijn naam kunnen schrijven met al die ervaring. Weet je, dus ervaring, ja, bro, als ik in die ring sta, dan gaat hij zelf mijn aura voelen. Gaat hij zien dat ik gewoon echt een gretige jongen ben, die gewoon komt voor de winst, man. Ja. Inderdaad, zoals je zegt, je leek net niet gewoon jezelf tegen Michael Brown. Toch had je de eerste 2 inderdaad gewonnen. En de derde ronde ging dan fout. Ja. Wat is er nu dan veranderd bij jou? Ja, ik heb best wel veel moeten meemaken. Ik wilde niet te veel diep op ingaan, maar waardoor je ook zag dat ik niet echt mezelf was. Veel privé dingen mee moeten maken. Maar ja, wat er nu anders is, ik heb het allemaal een plekje kunnen geven. Ik ben even op vakantie gegaan. Ik heb even weer opladen. En ja, zoals je ziet, man, je ziet het gewoon aan me. Ik denk dat je het ook voelt aan mijn aura. Ja, morgen ga je echt gewoon echt een tijd moet zien die gewoon echt afgaat morgen. Dat weet ik zeker. Wat is de prediction dan voor morgen? Bro, ja, zoals ik ook vaker zei, man. Gaat de tijdbom niet af, is het 3 rondes vol gas. Ja, bro. Dus ja, man. Voel die gas gewoon morgen. En nog 1 laatste vraag. Ja. Dit is de 2e keer achter elkaar dat je met Tariq op dezelfde kaart zit. Jullie trainen natuurlijk samen. Jullie zijn goed met elkaar bevriend ook. Is het vooral belangrijk dat jullie samen op dezelfde kaart zitten? Of maakt het je eigenlijk niet zo fijn? Ja, het is fijn. Tuurlijk, dan kan je elkaar altijd natuurlijk liften. Maar ja, mij maakt het eigenlijk niet uit. Ik wil gewoon vechten, weet je. Maar het is sowieso ook fijn als je met iemand traint. Dat we samen op dezelfde dag moeten vechten. Je weet toch, je lift elkaar toch op. Als hij even niet kan, zeg tegen hem, broer, kom op, we hebben nog even. En dan is andersom ook zo. Dus ja, man, het is wel fijn, ja. Ja, man. Dat is goed, broeder. Dankjewel. Ik wil je nog succes wensen. En dan hopelijk met de winst. Ja, man, dankjewel.